vandaag heb ik mijn favorieten voor jullie. Normaal laat ik mijn opgemaakte producten en favorieten altijd in één zien. Maar ik had nu een opgemaakte video gemaakt samen met Francis. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik doen met favorieten? Het is inmiddels alweer bijna eind van de maand. Dus laten we zeggen de favorieten van August, Cinnamon, zoiets. Als eerste, het parfum. Deze parfum heb ik de afgelopen maand veel gedragen. Dit is Calvin Klein CK1 Summer. Dit is een limited edition, niet van dit jaar. Ik had hem al eerder, maar zo zie je maar. Weet je, een limited edition van de zomercollectie vorig jaar kan je ook gewoon dit jaar dragen. Ik vind hem heerlijk en er is zo weinig uit, terwijl ik hem best wel veel draag, dat ik denk, ja, ik kan er echt zo lang mee doen. Sowieso, ik kan echt lang met parfum doen. Hoe lang doen jullie met parfum? Want ik heb hier gewoon, denk ik, een maand, dit heb ik een maand gebruikt en dat was al voor een deel een klein beetje leeg, dus... Hij ruikt in ieder geval heerlijk fris en CK1 is altijd goed. Ik ben echt fan van de CK1 geuren. Voor het lichaam ben ik fan van dit. Dit is Vichy Cellu D-Stock Serum Flash. Dit is een product dat je op je cellulite smeert. 1 of 2 keer per dag. En dan na, hoe lang is het? Na 2 weken zou je verschil moeten zien. En er zit cafeïne in. Nou, trucje, je kan ook gewoon koffie, zeg maar koffiepoeder op je benen smeren. Maar goed, ik wilde het testen. Want ik dacht, ik ben straks ook veel te zien in mijn bikini en zo. Als ik op vakantie ben. Als jullie dit kijken, ben ik op vakantie. Maar... ik ben serieus best wel onder de indruk. Ik heb hem nu al een tijdje gebruikt. Ik heb een before foto gemaakt. Maar ja, ik weet niet of ik er wat mee doe, want het is wel cellulite. Ja, weet je. I don't know. Maar neem van mij aan, dit is goed spul. Iets anders toevallig ook van Vichy is deze Eau Thermale. Dit is waterspray. Gewoon zo. Het is een soort van... Evian heeft dat ook, zo'n spray. En ze rijk aan zeldzame mineralen, kalmerend en zelfvernieuwend. Ik vind het heel erg lekker als het warm is om hiermee te sprayen over mijn gezicht. Dus vooral als ik hem al opgemaakt heb en ik heb al mijn ding gedaan. En ja, het is toch warm, dan lekker eventjes opfrissen. Heerlijk. Ik ben helemaal fan. Iets wat ik al een tijdje heb gebruikt, maar nog niet echt in een favoriete video heb laten terugkomen, is deze Elnette. Nou ja, ik ben al jaren gek op Elnette. Maar dit is met de texturizing formule. Mijn naam staat erop, want ik gebruikte deze al toen ik de haaropleiding deed. En dit is zeg maar haarspray, maar hij heeft een soort van... hij is een beetje stugger, dus daardoor krijg je iets meer grip. Iets meer volume. Ja, en hij heeft dat leuke pantoprintje hier. Nee, ik gebruik dit nu altijd als haarspray. Dan deze BB cream van Estée Lauder, de Double Wear All Day Glow BB. Ik ben gek op de Double Wear Foundation. Dat vind ik echt de allerfijnste foundation die er is. En dit is dan de BB Cream. Hij is lang niet zo dekkend als de foundation. Maar hij is wel echt lekker. Hij is lekker luchtig, maar wel dekkend. Maar ook niet foundationachtig, maar BB Cream-ish. De kleur is precies goed. Estée heeft wel meer CC Creams en BB Creams. En dit is de fijnste die ik tot nu toe heb getest. Van ze, gewoon de Double Wear. Daaraansluitend ben ik over op een nieuwe poeder. Omdat ik mijn Sensai poeder op heb gemaakt. En dat is deze van Smashbox. Ik heb tussendoor andere poeders gebruikt, maar ik vond het allemaal net niks. En bij deze blijf ik nu hangen. Dit is Smashbox poeder in Light. Halo Hydrating Perfecting Powder. En kijk, ik snapte dus eerst niet hoe dit werkte. Dit is gewoon dan losse poeder. En ik dacht, waarom komt er nou niks uit? En je hebt opeens gaatjes. En hoe werkt dat dan? En ik met die kwast erin duwen en zo. Maar op een gegeven moment had ik hem door. Als je dit draait, dan schaaft. Kijk. Dan schaaft die gaatjes zijn eigenlijk een soort van mini scheermesjes. En die schaven in de poeder. En dan valt er dus losse poeder uit. Super handig. Nou, ik vind het echt een goede poeder. Hij dekt goed. Ik heb hem nu ook op. Ik vind hem heel erg fijn. Dan een concealer. Ik was dus op kantoor. Ik had even snel een concealer nodig. En ik pakte iets wat echt al zo lang daar lag. En oh my god, dit is zo'n goede concealer voor onder de ogen. Dit is de Maybelline Instant Anti-Age The Eraser Eye. Een concealer met een soort sponsje op het bovenkantje. Ik vond hem nooit aantrekkelijk, want ik vind het nooit zo fijn als een product al een kwastje of een sponsje heeft. Want ja, dan kan je niet goed wassen en zo. Maar ja, het is echt... dit is geweldig. Het lijkt alsof je een Photoshop op je gezicht smeert. Hij is echt heel erg fijn. En hoe toevallig, ik ben echt moeilijk met concealers onder de ogen, want het blijft allemaal niet goed zitten. Heb ik nog een concealer, die favoriet is deze maand, die ik ook ontdekt heb, waar ik ook helemaal lyrisch over ben. Namelijk deze van Laura Mercier. Dit is de High Coverage Concealer for Under Eye. Ik weet niet, maar dit is, je hebt zo weinig nodig van deze concealer. Kijk, het is een tubetje. En er komt een beetje af. Je doet zo, letterlijk dit, is voldoende voor onder beide ogen. Het is echt... gestoord. Het is gewoon, hij dekt zo goed. Als je echt een hele donkere kring hebt, dan moet je zeker deze proberen, want hij is dekkend. Dan een oogschaduwdoosje. Ik denk dat je die al kan raden, maar het Visiart
eyeshadow palette nummer 1, de matte nude kleuren. Ik ben helemaal fan. Ik gebruik hem elke dag. Ik ben er helemaal weg van. Ik heb ook een paar favorieten in het palet. Ik gebruik altijd deze als highlighter. Ik gebruik heel vaak deze of deze als beginkleur. En daarna ga ik een beetje verder, voeg ik wat toe. Als ik een feestje heb, doe ik die twee. Maar die zijn erg donker. En ja, meestal speel ik hier wat mee. En ik maak vaak een klein lijntje met zwart of met bruin. Dan een lipbalsem. Deze Maybelline Baby Lips in Mint Fresh. De groene versie. Ik heb altijd gewoon één lipbalsem liggen die ik elke ochtend en tussendoor opdoe. En nu is dat deze. Ik vind hem erg lekker, maar ik hou van mint. En tenslotte twee lipgloss kleuren die ik heel veel heb gedragen de afgelopen maand. Zijn allebei van MAC. Allebei Cream Sheen Glasses. Nee, is het ook een Cream Sheen? Volgens mij wel. Oké, bij deze is er af. Dit is Fashion Whim. Die is een beetje peachy. En dit is Flare for Finery. Die is roze. Dus warme look deze, coole look deze. En het zijn echt twee prachtige lipglossen. Oh, nog één dingetje. Kan ik niet laten zien, want het is al gebruikt. Maar dit is absoluut een ontdekking van de afgelopen maand geweest. Namelijk de Ilt sokjes van Kruidvat eigen merk. Oké, hier zit een verhaaltje aan vast. Je hebt dus van die Ilt sokjes van Kruidvat. Dat koop je dus één zakje. Dat doe je om je voeten heen. Dat hou je een uurtje om. En vervolgens hou je ze af. En binnen 2 weken zal je Ilt eraf vallen. Nou, ik had best wel veel schoenen gedragen die Ilt vormen en hakken. En ja, weet je, gefeest en festivals en dit en dat. En mijn voeten die hadden het echt wel even nodig. Dus ik had die sokjes opgedaan voor het slapen. En ik ben er toen in slaap mee gevallen. En toen het is wel iets langer dan een uur erop gebleven. Maar ik heb ze toen afgedaan op een gegeven moment 's nachts. En ik dacht, nou, het zal wel. Er gebeurde ook niks. Ik dacht, oh, mijn Ilt is te hardnekkig. En er stond bij dat je voeten absoluut moet weken. Dus ik ben begonnen met mijn voeten te weken. Niet elke dag, om de dag ongeveer. En na een week ging ik in bad. Je dacht wel, als je een blaar hebt, dat er dan zeg maar dat het huid een beetje los zit. Mijn volledige voet had dat. En ja, ik heb foto's. Maar nee, ik zal het je niet laten zien, want ik heb al mijn vrienden al gehorrified met mijn foto's. Met kijk, kijk. Maar neem er voor mij aan, je kan het er zo aftrekken. En het is nu zeg maar 1,5 week later ongeveer. En er zitten allemaal velletjes en die haal ik eraf. En ik week mijn voeten nog steeds. En er komt er steeds meer af. En het is echt, als je last hebt van Ilt. En ik denk ook mannen, die hebben natuurlijk wat ja, Ilterige voeten vaak. Dit is echt een aanrader. Ik ben zo onder de indruk. Het liefst zou ik het willen laten zien, maar ja, weet je, dan ga je echt kotsen. Het is, mijn voeten, de vellen hangen er nu wel echt vanaf. Ik kan nu niet even open schoenen aan, want dan schrik je rot. Maar het duurt dus 2 weken en dan, ja. Oh, en waar de huid weg is, daar zit echt babyzacht. Gewoon babyzacht. En dat was het. Dit waren mijn favorieten voor August Cinema 2014. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie favorieten zijn van de afgelopen maand of van de zomer of wat dan ook. Laat het achter bij de comments. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Hoi, vandaag heb ik een opruimvideo voor jullie en ik denk dat dit toch wel de leukste is. De beautyhoek. Dit.